In de timmerfabriek wordt druk gebouwd. Lumière, de muziekgieterij en Bureau Europa organiseerden rondleidingen. En zo kregen we een beeld van hoe die timmerfabriek er straks uit gaat zien. Weekendlui liep mee. Dus het gaat enerzijds om behoud van het cultureel erfgoed. Het gaat om een aanjaagfunctie voor het nieuwe stadskwartier Sphinx. En op de derde plaats geven we een flinke impuls in de culturele instellingen. Via een grote trap gaan we naar boven naar het restaurantgedeelte. En daar is nu nog geen inrichting ingetekend. Maar hier ziet u een beetje zoals Lumière het voor ogen heeft. Filmhuis, een architectuur, mode en designhuis. Wat is de rol van klank en muziek daarbij? En dat gesprek is nu gaande met alle directeuren, waarin talentontwikkeling heel erg centraal staat. En dat is voor jong en oud. U zult het misschien al voelen, het is hier erg warm. Ik neem u zo nog even mee naar de oude toonzaal, waar de series toiletpotten en wasbakken getoond werden. Daar zult u voelen dat het echt 10 graden hoger is dan hier. En daar gaan we proberen iets voor te doen. Inmiddels zijn wij zo hard gegroeid en zo snel gegroeid dat onze organisatie vaak ook echt letterlijk en figuurlijk uit elkaar ploft. Hè. Dit is dus de nieuwbouw. Dit wordt het remisegebouw. Daar zijn we nu nog over aan het discussiëren, worden dat toiletten of kleedkamers. Want we zijn nog altijd in een voorlopig ontwerp. En dat voorlopig ontwerp, dat zien we hier terug. En de nieuwbouw heeft straks ruimte voor 700 mensen op de vloer en 350 tot 400 op het balkon. Dus toen wij jaren geleden de vraag kregen, zou de elektriciteitscentrale en de ketelhuizen niks van Lumière zijn, toen zijn we één keer gaan kijken, David en ik, mijn collega en ik. En toen we in dat pand binnenkwamen, toen dachten we ineens, wauw, dit is fenomenaal, dit is fantastisch. Ik vind het erg jammer dat we er niet in kunnen nu, maar dat gaat gewoon niet. Het is nu nog, er wordt asbest gesaneerd, er worden ketels uit elkaar gesneden enzovoort. Dus nu is het nog te gevaarlijk. Al maanden eigenlijk achter elkaar blijkt er asbest overal in te zitten. Om 1 januari 2017 klaar te zijn. Is dat realistisch? Ja. Je ne sais pas. De tweede editie van de Duck Race was volgens de organisatie een overweldigend succes. Er is geld opgehaald voor Beert Buys, KinderTV en Stichting Dierenpark Maastricht. Hoeveel precies wordt later bekendgemaakt. De eendjes dreven door de jeker en passeerden het dierenpark, waar ook allerlei activiteiten plaatsvonden. Je ziet hier 4000 per manche eentjes het water ingaan, die allemaal strijden, die geadopteerd zijn door mensen uit Maastricht. En elk eentje kost 5 euro, daar krijg je een startbewijs voor. Uiteindelijk zijn die 5 euro's die gaan naar het goede doel. Mij werd natuurlijk verschillende keren gevraagd wat we nou gedaan hebben met de gelden die we vorig jaar hebben gekregen, de Duck Race. Dat is een mooi bedrag van 10.000 euro. Het hekwerk binnen het dierenpark hebben we vernieuwd. Maar een tweede belangrijk punt is toch wel de volière hier. Die hebben we opnieuw van binnen laten uitvoeren, renoveren met nieuwe planten, etc. Wat vogeltjes erbij. Dat zijn dan de 3 kleine bokjes die een viertal weken geleden geboren zijn. Sinds die tijd
zijn ze dus met melk opgevoed, ook met flessenmelk. Dat heeft ons Paul, onze verzorger, gedaan. Die zelfs 3 keer per dag hier is gekomen om ze te voeden en zelfs 's nachts nog om 2 uur. Hopen wij het Mergeland hoen, Mergeland kip, als ik het zo mag zeggen, introduceren hier in het park. Daar moeten voorzieningen voor aangebracht worden. Er moet een kippenhok voor gemaakt worden. Dat moet toch ook weer aan bepaalde eisen voldoen. En dat is tegenwoordig niet meer met 100 euro betaald. Dus dat kost geld. Wat we in de toekomst ook gaan doen, dat is toch de samenwerking, vooral ook waar ik persoonlijk erg voor ben, met het Gaia-park.